We hebben vandaag de eerste editie van Zenit gehad. De Zenit staat voor Zuid ICT Expo Data Intelligence, lectoraat Data Intelligence. We zijn nu een jaar hier op deze campus. We hebben onze volledige cyclus eigenlijk doorgemaakt van vier blokken van minoren die we hier gedraaid hebben. En dat willen we op een feestelijke manier afsluiten, dat de studenten aan elkaar en aan de opdrachtgevers en aan docenten en in principe ook hier de community kunnen laten zien wat ze allemaal gedaan hebben. Dat is een event dat we nu eigenlijk nu hebben afgesloten, maar dat willen we volgend jaar op deze campus vier keer terug laten komen. En aan het einde van elk blok kunnen de studenten dan aan elkaar laten zien en aan de community laten zien van de campus wat ze gedaan hebben. Mooi is ook dat een aantal van de opdrachtgevers ook bewoners zijn van de campus. De politie die ook vandaag, waar een student die ook bij de politie nu stage loopt, vandaag mooi is zien waar hij met iLab mee bezig is. Een aantal andere opdrachtgevers die ook hier op de campus zitten. Dus dit is gewoon het moet eigenlijk een ding worden, een stukje van wij als Zuid zijn onderdeel van deze community geworden. En willen ze op die manier ook iets teruggeven aan de community. Dat mensen hier denken van hey, leuk event, ga ik naartoe. Dan zie ik wat die studenten ook geïnspireerd worden. Hey, zijn dit projecten die studenten met ons samen zouden kunnen doen? En zo creëer je dus inderdaad dat voor de bedrijven toegevoegde waarde, de studenten zaken kunnen uitvoeren waar ze misschien even geen tijd voor hebben, maar wel interessant lijkt. En daarnaast kunnen de studenten in contact komen met deze bedrijven om dan vervolgens of een stage, afstudeerstage of daadwerkelijk later een baan te vinden.